goedemorgen. Het is inmiddels 10:50. Ik ben thuis samen met Mila en Lauren. Joyce die is werken. En ze heeft de camera thuis gelaten. Dus ik denk dat zij graag wilde dat ik daar iets mee deed. Wat wij zo meteen gaan doen, de kinderen en ik. Nou, hier is Lauren. Hi Lau. En dan worden wij vies. Hoi Lauren. Hoi. En hoi Mila. Wij gaan zometeen even richting de brievenbus lopen samen met Benji. Want er moeten wat doosjes van Tasty Toppings op de post. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we uiteraard weer naar huis toe. Dan gaan de kindjes even lunchen. En we hebben voor de kindjes hebben wij poffertjes. Dus die ga ik dan zometeen voor ze maken. En daarna gaan ze allebei even naar bed. Mila die is vanochtend thuis gebleven van de peuterspeelzaal, want die voelt zich niet zo lekker. Dus het is denk ik handig dat ze even gaat slapen en met een beetje geluk voelt ze zich dan morgen een stuk beter. En kan ze dus morgen weer naar de peuterspeelzaal en woensdag naar de basisschool. Ja, dat dus. En vanavond eten wij lasagne. Dat ga ik maken, vegetarische lasagne. Ik heb dat nog nooit gemaakt, maar Joyce heeft een beetje uitgelegd hoe dat moet. Dus dat ga ik straks doen en dat zal ik jullie ook laten zien. En wij gaan nu dus richting de brievenbus. Zo. Wacht even. Ja? Wat ga je doen, Mie? Yay. En Lauren? Wat ben jij aan het, wat is Lauren aan het doen dan? Biggie. Echt? Oh, maar we vergeten het belangrijkste. We vergeten de doosjes mee te nemen. Die ga ik nog even pakken binnen. En nu gaan we met doosjes lopen. Zo, let's go. Ga maar, liefie. Goed aan de zijkant, Liefie. Goed zo. Kijk Mila, wat is er met je voorwiel? Laat het zien. Kijk, de voorwiel zit een beetje los. Dus we moeten uitkijken met wat ze doet. Ja. We moeten eigenlijk een keer vastzetten, of niet dan? Ja. Hey. Ja? Ja. Heb jij nog wat leuks te vertellen, of niet? Ja. Nou, wat dan? Ik ga naar de basisschool. Naar de basisschool? Oké, okay, ja. Gaat het goed, Lau? Ja. Ja? Ja, Mila gaat steppen. Nou, dan gaan wij weer door. Joejoe. En we zijn er bij de brievenbus. En het begint te regenen. Dus Mila die stond al een beetje half te schuilen onder de brievenbus, of niet dan? Hé. Hey. En als we dan zo de pakketjes op de post hebben gedaan van Tasty Toppings, gaan we heel snel naar huis. En dan laat ik jullie thuis wel zien wat we lekker gaan eten. En dan gaan we nog even spelen en dan gaan ze daarna allebei naar bed. Hey, toch, Mie? Hey. Poffertje eten. Wat? Oh, wow. Wat zei je? Wat ga je eten? Poffertjes eten. Nee, poffertjes gaan. Oh! Poffertjes gaan niet in de brievenbus. De pakketjes gaan in de brievenbus, ja. Nou, gaan we nu snel doen, hè? Ja. Oké. Okay. En we gaan een poffertje eten. Ja? Nou, dan gaan we even je step in de schuur. Zet jij hem er zelf in? Ja. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. It's Superwoman. Yes, gelukt? Ja. Hoppatee, naast de fiets. Inparkeren. Hoppatee. Kijk, hij is al van de riem af, maar hij gaat even... Nou ja, dat is oké. Okay. Alright. En dan pakken we de rode sleutel. En dan gaan we naar binnen. Ja, schat. Ben je verstopt? Benny, gaan we naar binnen. Goed zo, gaan we. Nou, gaan we naar binnen, Mie. Go, go. Go, go, get je naar binnen. Met één arm. Hoppaflats. Ho, ho. Mila. Wat hebben we daarover afgesproken? Die moet aan de... Kapstok. Kan je erbij of moet ik hem ophangen? Ja, ophangen.
Wat zeg je? Papa ophangen. Oh, papa ophangen. Oh, oh, ze vliegt me bijna aan. Ja, ga ik jij eruit halen? Ga jij ook ophangen. Zo, moeizaam hoor. Lekker hoesje. Kom, dan hangen we deze op. En deze ook. Tup, 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 tup. Aan de kapstok. Die van jou ook ophangen? Ja. Lukt dat om uit te doen? Moet ik helpen? Oké. Okay. Kijk toe eens. Ik kan dat. Ja? En deze hier. Goed zo, Mie. Schoentjes daar. Kijk, het kastje in de gang is echt knijter onopgeruimd. We willen eigenlijk in de gang willen we dit kastje weg gaan halen. En dan willen we eigenlijk hier zo tegen de muur kijken, want we hebben best wel, het is best wel hoog gewoon op zich. Willen we deze weghalen en dan een hogere kast neerzetten. Die wilden we eigenlijk bij IKEA halen, maar ik denk dat dat nu hartstikke druk is. Nu ze wat meer klanten mogen toelaten. Wat ga jij nou doen nou? Wat ga je doen? Ga je weer vastzetten? Oh? En dan? Wat is er, schatje? Nee. Nou, dan gaan we even vanaf de andere kant filmen, net op, hè? En... Hoepa! Zo. Lekker het licht op de achtergrond. Mila. Oké. Okay. Ben jij Mila? Ja. Oké. Okay. En zo, hallo, nu ben je groter. Help. Het is papadag en ze wil alleen maar knuffelen en niet likken. Niet likken, nee, nee, ik meen het, niet likken, niet likken, niet likken. Wacht even, kom, mag even Laura hem even losmaken. Ik heb pak. Jee, mag, je kan toch niet zo je voeten erheen halen? Oké, kom, gaan we naar de, zullen we naar de huiskamer? Doet papa ook zijn jas uit? Want we gaan even kijken, oh, die rits, joh, ik heb een nieuwe jas. En die rits, die zit echt, ja, die gaat hier tussen. Dat is echt heel irritant. Maar het is wel echt een hele leuke jas. Als jullie mijn Instagram volgen, dan kan je ook een post zien waarin ik heb geplaatst wat voor jas ik heb gekocht. Hij is echt super fijn, super warm. En ik had eigenlijk verwacht dat ik hem niet meer nodig zou hebben. Met het warme weer wat we hadden. Maar ik heb het dus toch nog nodig, gelukkig. Aan de ene kant, aan de andere kant ook niet. Want ik wil ook best in mijn t-shirt lopen en in mijn korte broek. Maar het is niet anders. Ik ga even de camera wegleggen, even mijn jas uitdoen. En dan ga ik zo meteen poffertjes maken voor de kinderen. Kijk, kijk, daar zitten. Poffertje. Je hebt nu 4 schoenen aan. Ik ben een kat. Oh, je bent een kat? Oké. Okay. Nou, later. Later, kater. En dan wil de volgende dat ook doen. Tuurlijk, heb ik weer. Nou, goed. Zo, en bij zo'n papadag hoort ook af en toe de was doen. Dus ik heb er een zwart wasje in gedaan. Ga ik hier even opruimen. De was even ophangen. En dan ga ik daarna voor de kinderen poffertjes maken. Ik heb net ook gesport. Toen hebben de kinderen even gespeeld. En dit is de plek waar ik altijd sport. Hey, ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar ik kan ook best een keer een training voor jullie opnemen. Dat zal een aparte video worden op het kanaal van Joyce. Mocht je dat leuk vinden, Joyce weet hier niet vanaf. Maar mocht je dat leuk vinden, laat het dan even achter in de comments beneden. En dan weet ik of ik dat wel of niet moet doen op korte termijn. Maar goed, ik ga nu dus even de was doen. En dan daarna ga ik de lunch maken. Och, en die kinderen, jongen, die breken beneden de hele tent af. Eens even kijken wat er allemaal in het droge kan. Ik ben geen ster in de was ophangen. En voor jullie waarschijnlijk ook niet interessant om te zien. Dus alles wat ik nu zeg, wordt denk ik doorgespoeld door de Joyce Meister. Maar hey. Zo, nou de was die is opgehangen. Dat hebben jullie waarschijnlijk net kunnen zien. Maar ik weet niet in hoeverre Joyce dat geknipt en geplakt heeft. Kindjes. Lekker spelen. Ja, en ja, Lauren, wat was er net gebeurd? Ik opvallen. Was je gevallen? Ja. Laten we snel neerspelen. Dat is niet zo leuk, hè? Nee. Heb je ergens pijn? Ja. Oh, waar dan? Kleine. Oh nee. Gaat hij weer? Ja. Nou, dan gaan we zo meteen lekker lunchen, hè? Oh. Hey. Geen ruzie maken met z'n tweeën. Nee, Mila, Basti. En Mila, of Lauren.
Wat is er met jouw majo gebeurd? Ik ben... majo is oud. Heb je dat gedaan zelf? Ja. Oh. Oké. Okay. Ik ook uit. Nee. We hadden afgesproken dat het aan zou blijven. En zometeen tussen de... Ja, jij hebt hem aan. Kijk hoe mooie majo's heeft ook. Glitters. Hij jeukt wel een beetje, hè? Ja, kriebel. Kriebel. Ja, sorry. Dezelfde. Ja. Hé, en dan gaan we zometeen lekker... ga ik poffertjes maken? Dat ga ik nu trouwens gewoon doen, want het is... Nee. Ja? Stippeljongen. Oh, inderdaad. Ze hebben allebei stippel... Wauw, wat heb ik dat toch goed uitgezocht, zeg. Het is eigenlijk niet normaal hoe goed papa daarin is, hè, Lau? En Mie? Mie? Mila? Oh, wat een herrie eigenlijk, hè? Nou goed, ik ga nu poffertjes voor ze maken. En ik ga voor mezelf straks pas de pannenkoekjes maken, denk ik. Ik denk dat ik dat nu nog niet ga eten, want ik heb nog niet zo heel veel trek. Dus dat. Zal ik ze maken? Oh! Gezondheid! En poffertjes met poedersuiker. Hé, smakelijk! Zo, zijn jullie er klaar voor, dames? Ja. Ik heb al... Is één. Oh, er moet ook nog een vorkje bij, hè? Wacht even. Nee, twee. En dan allebei een vorkje erbij. Oh, jij doet gewoon zonder vork. Kijk eens. Gewoon allebei een vorkje. Kijk eens, lieve. Hoep. En dan lekker eten. Slok. Dat kan lekker eten. Dat kan lekker eten. Moet ik helpen? Nee. Zal ik je helpen met eentje? Nee. Eén hapje. Kijk. Nee. Oeh, deze is echt heel lekker. Papa. Kijk. Ik wil ook. Tuurlijk wil je ook. Nog meer poffertjes, schat. Zometeen hebben we nog meer poffertjes, natuurlijk, schat. Een beetje op mijn lip bijten. Oh, dat is niet zo fijn. Nee. Nee, op mijn... Deze bijten. Echt? Oh, op je tong. Bijten. Je tong, ja. Ik kan het ook. Ja? Ja. Oh, die zijn vallen op een bordje. Echt? Ja. Nam. Niet zo doen. Wel je met je mondje dicht eten. Vind je het interessant, de camera? Nou, netjes met je mond dicht eten, Mille. Nam. Lekker vrolijk ben jij. Ja, met je mond dicht eten. En goed kauwen. En dan doorslikken. Daarom heeft papa ze ook doormidden gesneden. Dat is handig. Dan hoef je minder te kauwen. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen thuis? De mensen die kijken naar ons. Lauren slik ze gewoon lekker. Helemaal door in de... En gewoon in de mond. Dat deed jij laatst ook, hè? Ja, maar Lauren doet dat nu. Echt? Omdat ze dat niet snapt, hoe het ze hem helemaal moet bijten. Oh. Hé, maar weet je wat wel grappig is? Daar kwamen jullie net achter. Jullie hebben hetzelfde printje op jullie shirt en jurk, hè? Mm-hmm. Allebei hebben jullie witte bolletjes erop. Nou, nu heeft Lauren ook poedersuiker erop. Nu is het niet helemaal meer hetzelfde, maar... Oh, ook op je stoel. Nou, die maken we straks wel schoon, dat geeft niet. En we doen ook allemaal een trui aan. Ja, doen we straks als ze naar bed gaat, hè, dan krijgt ze altijd... Wat krijgt ze dan aan als ze naar bed gaat? Pyjama. Nou, slaapt ze. Ja, en tegenwoordig slaapt Lauren onder een deken ook, hè? Mhm. Mhm. Wat voor deken heeft Lauren, weet je dat? Papa. Ja. Als Elsa. Ja, Anna en Elsa, hè? Mm-hmm. Dat is echt wel een leuke deken, hè? En het is een Frozen. Van Frozen? Olaf. Ja, van Olaf, hè? Nou, en Mila die zit inmiddels aan het tweede bordje, hè? Mm-hmm. Want jij had best wel trek, hè? En ik heb ook
week te hebben. Nou nee, jij hebt nog je eerste bordje poffertjes, maar jij hebt ook al goed gegeten, hè? Ik heb een bordje op. Ja. Nee, poedersuiker. Ja. Ja. Wat is dat? Niks. Ik stippel jurk aan. Mooi, hè? Ik ben Olet. Ben je Olet? Ja. En ook zie Olet. Jij ook? Nee, Jenko. Jenko. Jacko. Jacko, dat is van de pyjama-helden, geloof ik, hè? Ja. Dat vind jij leuk om te kijken, Mie? Ja. Ja. Maar ook Sophia. Ja? Maar eigenlijk die mini-piraten vind ik leuk. Leuk! Ik heb een roze lippen. Kijk maar, mama. Ik ben een baby. Dat is een Jacko. Dat is een Jacko. Dat is een Jacko, papa. Dat is een Jacko. Nou, zeg maar doei. Want jullie gaan zo meteen naar bed, hè? En dan zien we daarna, zien jullie ze weer als ze wakker zijn. Zo, nou de kinderen die kijken even tv, die gaan zo meteen naar bed. Die mochten één aflevering zien, ik ben dan het coachen. En het is altijd leuk om dit soort berichten te krijgen. Super leuk en daarom doe ik het ook om mensen te helpen. En ja. Nou, de kinderen die liggen allebei in bed. Ik heb nog niet echt heel erg honger, dus ik ga nog geen eten maken. En ik ga even een spelletje doen. Niet echt kindvriendelijk, dus ik ga ook helemaal niks filmen of zo ervan. Maar dat doe ik nu in ieder geval even totdat zij wakker worden. Als ze wakker worden, dan willen ze waarschijnlijk nog even wat eten. En we moeten toch sowieso wel even die hond uitlaten straks. Zodat hij even goed is uitgeweest. En dan ga ik rond een uur of... ik denk 3:30 al de lasagne voorbereiden. En klaarmaken, want volgens mij moet dat wel even in de oven. En dan neem ik jullie straks ook even in mee. Joyce die is nog lekker aan het werk en die vermaakt zich daar prima. Dus dat. Dus ik ga nu lekker even ontspannen, lekker even een spelletje spelen. En mocht ik zo meteen gaan eten, dan ga ik jullie laten zien wat ik ga eten. Alright, nou, het is tijd ook voor mij om te lunchen nu. Ik heb best wel trek. Het is nu 1 uur en ik ga deze nemen. Dat is pancake mix van Personal Protein. Daar heb ik een samenwerking mee. Dus mocht je zelf nou ook denken van joh, dat ziet er wel lekker uit, dat wil ik ook bestellen. Met de code MARCO10 krijg je 10% korting op je hele bestelling. Nou, ik neem dus 50 gram van deze mix. Daar doe ik 130 gram half volle melk bij. En dat kan ook iets afwijken. Ik deed de laatste keer deed ik 50 gram en dan 150 gram half volle melk, 150 milliliter, sorry. Toen werden mijn pannenkoekjes wel iets dunner, alleen ik kon er wel meer uithalen. Dus dat was wel chill. En dat bak ik in Smart Cooking Spray met kokosolie van Body & Fit Shop. Dus daar ga ik het in maken. En dan show ik jullie zo meteen hoe dat eruit ziet. Dan pak ik even mijn telefoon erbij. En dan, ik weet niet of die inzoomt of jullie het kunnen zien. Maar dit zijn dan de calorieën. 323 calorieën, 32 gram koolhydraten, 36 gram eiwitjes en maar 6 gram vetten, 1 gram vezels. En dat is dan inclusief poedersuiker, want ik doe er altijd poedersuiker op en ik doe er meestal nog iets van Calofit op. Meestal de strawberry saus. Het is echt super super lekker en door het beslag heen doe ik altijd nog een beetje kaneel. En een flavor drop van Personal Protein, meestal gewoon vanille. Nou goed, ik ga het nu maken en dan laat ik zo meteen even zien hoe het is geworden. Zo.
En eigenlijk mislukken eigenlijk alle eerste pannenkoekjes altijd met deze. Volgens mij gaat dit wel aardig. En dup. Hoppatee. Beetje goed neerleggen. Voilà. Nou, dit worden dan de pannenkoekjes. En ik denk dat ik hier een... ja, toch wel een stuk of 6-7 uit kan halen. Dan maak ik dan een stapeltje van op mijn bord. Dan doe ik wat poedersuiker overheen. En ik doe er denk ik wat, nou wat ik al zei, wat kelofitsaus overheen. Dan ga ik even kijken welke dat is. Hop, poedersuiker vliegt er vandoor. Nee, dan doe ik deze doe ik er overheen. De strawberry van Kelofit. Nou goed, ik ga ze nu in ieder geval even bakken. En dan laat ik zo meteen het eindresultaat zien. Het zal niet zo mooi zijn als wat Joyce altijd deelt. Maar hey, het is eten. Het is goed voor je. En jullie gaan het zo meteen zien. Het is ook lekker uiteraard. En uiteindelijk heb ik een verandering aangebracht. En ben ik gegaan voor de Kelofit chocoladesaus. Met wat poedersuiker. En uiteindelijk heb ik er 4 pannenkoekjes uitgehaald. En nu ga ik lekker eten. En de kindjes slapen nog. En ik maak nu nog even 3 gekookte eitjes die ik zo meteen ga eten. Dan moet ik het even overbruggen richting het avondeten. En dan op het moment dat we gaan avondeten, dan mag ik vanavond nog een bak kwark van 400 gram met 30 gram eiwitpoeder en uit mijn hoofd 20 gram chocola geloof ik er doorheen. En dat is dan mijn dag. Vanochtend, dat heb ik volgens mij niet gefilmd, heb ik ook al wat fruit op en een eiwitreep voordat ik ging trainen. En dan eet ik ongeveer 1700 calorieën op een dag. Dus ik deel mijn dag echt heel anders in als dat Joyce dat zou doen. Zo, en de eerste slaapkop is semi-wakker. Mila, die ligt nog in bed, die slaapt nog. Die voelde zich natuurlijk ook niet zo heel erg lekker, dus ik gok dat die ook nog wel even slaapt. En ik twijfel nog of ik haar gewoon moet laten liggen. Die slaapt 's nachts ook niet goed, dus ik denk dat ze het wel even nodig heeft. Het is inmiddels, maar ik kan het daar niet zien. Want mijn eitjes staan te koken en daar is de timer voor bezig. Maar volgens mij is het inmiddels 2 uur geweest. Ik denk dat ik er nog een uurtje laat liggen en dat ik er dan uit bed ga halen. En nu even koelen met deze beer. Die heeft de ogen wel open, maar die is nog niet wakker. Zo, het is inmiddels 4:10 en... Lauwe met Efteling. Wakker! Laura met Efteling. Ja, dat snap ik. Ja, ik wil ook naar de Efteling. Ik Laura, ben je ook wakker? Paw Patrol. Oh ja, je hebt je Paw Patrol nachtjapon aan, hè? Nou goed, de kinderen die zijn wakker. Laura was trouwens om 2 uur al wakker, dat liet ik natuurlijk al zien. En Mila om 4:30. Laura had al een chocoladelolly gekregen. Mila heeft er nu ook een, Mila? Lekker, hè? Ja. Ja. Goed, en Joyce die is nog aan het werk. Haar werk loopt waarschijnlijk iets uit. Het is dus 4:50 nu. Dus ik ga over een 30 minuten ga ik denk de lasagne maken. En dan hoop ik dat Joyce om 5 uur thuis is. Zodat we in ieder geval enigszins op tijd kunnen eten. Oh, ik heb elke keer het idee dat hier iets zit. Ja, mijn baard en mijn snor, die moet ik eigenlijk even afscheren. Dat is wat Mila net al gelijk zei, hè Mila? Mila die voelt zo aan mijn gezicht en die zegt opeens... Oh papa, jij moet echt nog wel scheren, hè? Wat is dat? En wat is er met jou dan? Hé? Hey? Wat is er met jou dan, Ben? Die hond die denkt, hallo. Hé, hey, Benny. Wat is er? Wat is er? Hé, hey, wat is er? Ja. Scherp, scherp. Wat? Deze pakken. En dan? Groen. Ja, ik ga wat drinken voor je pakken. Nee, daar. Ja, ga ik pakken. En het is tijd om de lasagne voor te gaan bereiden. Dat doen we met deze lasagne kruiden van Knorr. Ik heb 2 zakjes, maar ik ga eerst even kijken of ik het met 1 zakje kan doen. 30 plus kaas van Zaashoeven. 2 pakjes met rul gehakt, vegetarisch. 2 zakken met macaroni spaghetti groentes, ongeveer 900 gram bij elkaar. Gezeefde tomaat en we gaan het maken, althans ik ga het maken in de smart cooking spray van Body & Fit, zodat daar
vrijwel geen calorieën bij komen. Ga ik eerst hier in de pan maken. En daarna gaat het in een ovenschaal in de oven. Weet je wat ook zo'n mooi momentje is? Als je alles gaat filmen, wat je erin gaat doen, maar je vergeet de lasagnebladen. Dat is toch wel een beetje essentieel, hè, voor lasagne. Maar goed, die gaan er dus ook in. Zo, eerst het rul gehakt in de pan. En dan komt daar zometeen de groente bij. Nou, er komt dus een flinke lading groente bij. Dit wordt, uiteindelijk wordt dit minder, want het wordt natuurlijk allemaal gaar en dan wordt het wat kleiner. Dus dit bak ik al redelijk op tijd mee. En dan doe ik daarna de tomatensaus, de lasagne, de kruiden en wat water erbij om er een sausje van te maken. En dan wordt het een goed gevulde lasagne met, nou ja, qua calorieën valt het mee, maar het wordt in ieder geval een hele goed gevulde lasagne met heel erg veel groente en dus heel veel volume. En nu dus een aardige lading aan tomatenpuree-achtig iets erbij, althans de gezeefde tomaat. Ja, was het lekker? Ruikt het ook lekker? Ja. Nou, je hoort dat de kinderen vinden het lekker ruiken, in ieder geval Mila. Dit meng ik er doorheen en dan doe ik er zometeen wat water bij, dat staat op de verpakking. Hey, en voor jullie info, hè, dit is voor mij ook de allereerste keer dat ik dit maak. Ik heb dit nog nooit gemaakt, dus ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd eigenlijk. En dan komt er dus zo een halve liter water bij. De inhoud van het zakje lasagne kruiden. En dat ga ik goed door elkaar mengen en dan kan het de oven in. Zo, ik ben benieuwd. Wat ik al zei, ik ga eerst even proeven. En dan kijken of er iets aan kruiden bij moet nog. De oven is aan het voorverwarmen nu ook. Lekker. Maar er mag nog wel iets aan kruiden bij. Dus ik denk dat ik nog... doe er nog een half zakje bij van deze. En dan denk ik dat het net iets lekkerder is. Ja, ik merk, de kruiden zijn echt wel iets, het mag iets meer, zeg maar. En dat doe ik gewoon op de gok, hoor. Ik weeg het nu niet af. Maar ik doe op de gok met een halve zakje erbij. Dat meng ik dan nu door elkaar. En dan ga ik het zo meteen in de ovenschaal doen. En dan gaat het de oven in. Zo, nou dat is hem. He is ready. En hij gaat nu de oven in. De lasagne die duurt nog, nou ja, pak een beet 40 minuten denk ik. Dus de kinderen en ik gaan, totdat Joyce thuis is in ieder geval, lekker met het Duplo spelen. En ja, ze hebben nog steeds een pyjama aan. En dat maakt me lekker niet uit. Maar je wordt wel hoog dan. Deze raam. Oh, dat is ook een mooie, ja. Maar die kunnen we dan misschien dan ergens anders van bouwen. Kijk, maar die kunnen we dan een tuintje maken ook, hè? Ja. Zo, de lasagne is klaar. En moet je kijken wat een grote bak dit is, hè? Het is een, kijk, zo dik. En dit zit er dus in. En Joyce en ik mogen dus 1/4 van deze bak eten. Dus deze halve bak is eigenlijk voor Joyce en voor mij. En dan hebben we dus 1/4 ingevoerd en dat is dus 575 calorieën. En als je kijkt, het is nou ja, bijna een halve kilo aan groenten wat wij dus in één maaltijd naar binnen krijgen. En als we dan hierop drukken, voor mij heb ik het al eerder laten zien, het is 19 gram vezels. En dus ook
vrij veel eiwitten, terwijl er dus geen vlees in zit. Dus onthoud, je hoeft niet per se vlees te eten om veel eiwitten binnen te krijgen. En we laten het nu in ieder geval nog heel even afkoelen, dan kunnen de kindjes het zo eten. Joyce die is onderweg naar huis, die heeft eerst even hoessiroop gehaald voor Mina. Zodat ze dat voor de keel kan gebruiken. Ze heeft een beetje last van hoestermie. En daarom zit ze ook nog lekker in de pyjamaatje, dat vindt ze fijn. En dan gaan we zo meteen lekker eten als Joyce er is. En dat laten we ook aan jullie zien natuurlijk. En dan kunnen jullie ook gelijk zien wat voor groot stuk wij dus op ons bord gaan hebben. Ik heb lekker drinken. Echt? Zoals jullie zien, Joyce, show your head. Joyce die is thuis en we gaan eten. En kijk, zoals ik net zei, het is echt wel een bord vol. En dat... Nee, ik ga het aantal kc's hier niet benoemen. Omdat de kids erbij zitten. Maar, wat ik net al liet zien, het is echt veel voor wat het uiteindelijk is. Als je nou... Zo, dan zit daar Joyce er ook op. Zie je dat? Dan zien jullie Joyce vandaag ook nog. Ah, oh, ja, ze missen me. Alright. Lekker happen. Lekker eten. Maar ik wil eigenlijk niet dat je deze aan tafel hebt dan, schat. Want we gaan gewoon eten. Voor de laatste reactie. Ik ben benieuwd. Papa heeft zijn best gedaan. Moet je razen? Niet. Steeds? Wat nee. Heb je een leuke dag gehad? Pyjama girl. En ik zei dat ik niet wist of we het op gingen krijgen. Maar zowel Joyce als ik ski hebben gewoon 1/4 van die bak op. Ja, lekker man. Gaan we het even scherp stellen. Oh, was lekker? Was je dag leuk? Ben je benieuwd naar mijn vlog? Ik hoop vooral dat je je vinger niet te veel op het microfoontje hebt gehouden. Ja, daarom heb ik hem ook op die stick, zodat ik dat niet kan doen. Ja, omdat ik lag dat... op zolder. Wat? Je lag op zolder toch? Ja, we hebben toch gewoon benen en dat erop. Ja, dan moet je er 2 op en ook weer 2 af. Vind ik echt vermoeiend. Ja, het is weer 4 trappen voor je Fitbit. Helemaal... Warm. Warm. Koortsig. Kijk, kan je zelf zien ook. Nee, ben ik koortsig. Nee? Ik ook niet. Dus... Gaan we nog... We hebben geen toetje, hè? Oh nee. Nou. Goed, wij gaan even een kind troosten. Jojo. Papa Zebra moet morgen vroeg opstaan om de post rond te brengen, zegt mama Zebra. En ze doet het licht uit. Zoe's kleine tweelingzusjes, Zuzu en Zaza, willen ook meedoen met het slaapfeestje. Maar dat vindt Zoe niet goed. Slaapfeestjes zijn alleen voor grote meiden, zegt Zoe. Maar dat is niet waar. De tweelingzusjes beginnen te huilen. De tweelingzusjes beginnen te huilen. De vriendinnetjes die schrikken er een beetje van. Ah, maar ze zijn zo zoet en zo klein, zegt Peppa. Kunnen ze niet blijven, vraagt Kelly. Nou goed dan, zegt Zoe. Maar jullie mogen niet in slaap vallen, hoor. Ik. Hartstikke goed. Hé, en dan zeggen we tegen iedereen? Tot morgen. Maar niet tegen mij, omdat jij... Ja, nou, tot de volgende precies. Keer. Tot eigenlijk. De volgende keer. Hé, hey, dank jullie wel allemaal voor het kijken. Laat even achter in de comments een reactie achter over hoe je het vond. En of je het leuk vond dat ik vandaag de vlog heb gedaan. En laat even een like achter, want dat verdienen we wel volgens mij. Ik blijf langer op. En jij blijft langer op. Dat klopt, want Mila heeft geslapen. Nou, tot de volgende keer allemaal, hè. Joejoe! Doei doei! Wat ga je doen? Ga je nog het boekje lezen? Olifant zaten in de bos. Knap hoor. Wauw. Mama toch niet.